Goeiedag, welkom bij Loester, Kiek en Druim. Vandaag bij Omroep PNM of op Spotify, want op Spotify klinkt het net wie een echte podcast. En daarom zitten we natuurlijk ook helemaal van nou en voor de Durpe Revue. Want de Durpe Revue, Druim, dat doen we allemaal wel eens. En dat is ook heel fijn als het geen nachtmerrie is. Staat over een paar weken alweer op de planken. En nou dat de revue er weer aankomt, begint het bij mij toch wel te kriebelen. Want via jouw truc heb ik meer om mogen spelen in de revue, Kamerui. En samen ook met Sheng. En Sheng zit hier even mee. Hallo. Ha, Sheng, voelst u dat ook wel, dat de kriebel die er nou aankomt? Ja, zeker. Ja, omdat wij inderdaad samen ook, of omdat ik ook metgedaan heb in Kamerui als Sheng, gewoon zoon van Henk Maasig, waar alleen maar weer hem. Pier, inderdaad. Dank ja, je. Ja, ja. Pier, inderdaad. Ging zich toch tegen den boom aan? Ja, echt was dat tegen den boom aan. Dat je gehoord dat de politie toen in Neven kwam. Ja, inderdaad. Volgens mij kwamen die nog later nog, maar die waren net te laat. Ik denk dat iemand ze mogen gebeld hebben. Ja, dat ken natuurlijk ook. Nou, en in elk geval zitten wij ook nog met drie andere gasten. En die drie andere gasten hebben ook allemaal te maken met de Durpe Revue. En die stellen we hier even aan de vuur. Neven Schengen hebben we Rini. Rini Reinders. Klopt. Vertel eens, Rini, wat was die rol in de revue, bij de revue? Ja, ik heb ook met de laatste revue met gedaan, Kamerui. 2018. En mijn rol was de rol van Roos. En toch wel een behoorlijke rol, inderdaad. En Roos die kwam na 20 jaar zo terug in Helden om daar een leven te bouwen en die op te bouwen. En die had een volwassen dochter bij zich. Ja. Dat is volwassen dochter, een hele leuke dochter. Merel. Hij zit ze nog. Ja, want dat zeggen we wel af en toe. Af en toe zeg ik haar mam, zeg ik dan. En dan komt er weer helemaal truc van toen. Ja. Ja, en zo blieken dat er in het verleden van alles. Ja, dat er allemaal misverstanden zijn geweest. Waardoor dat de Vief Kamerui, hoe van eigenlijk mijn liefde was vroeger. Ja, hoe allerlei ontwikkelingen ontstaan. Ja, dat door mijn terugkomst naar hel. Ja. Ja, dat waren schoon verhalen. En hij is echt een hele grote rol. Hey, in Durp? Ja, waarom niet? En er is leid zat. En u kent bij Niemens achter de veur, daar kijken wat daar gebeurt. Dat klopt. Maar gij het zeer zeker niet alleen om leid. Iedereen mocht komen. Het moet gewoon zijn plaats in hoe zich heel wel zien. Dat is belangrijk. Ik vind het heel spannend hier. Dat durf ik gerust te zeggen. Ik heb duks al nachten door het huis gelopen. Haarlem inruilen voor Limburg was niet niks. Maar ik wou zo graag het beginnen, samen met Merel, nou die afgestudeerd is. Ik weet zeker dat het goed gaat komen. Hè. Maar goed dat er mensen zijn die daarin geloven. Er was niks mis met Haarlem. Daar hadden we dat ook kunnen doen. Ik ga ze allemaal vet missen, hoor. Het gaat allemaal goed komen, meisje. Geloof me maar. En nog iemand die een grote rol heeft gespeeld in de revue. John Vermazerijn even mee. Vertel, John. Wat is toegespeeld in welke revue? Ik had samen met Mieke Jans, de Meijerse Mie, had ik ronde we samen het dorpshuis van Helden. En dus moest een nieuwe burgemeester komen. En toen kwamen verkiezingen voor. Ja. En er kwam ook iemand uit Amerika. Ah ja, dat klopt. En toen waren er allerlei ontwikkelingen door om en mee. Ja, en in welke revue waar staat? Leefde tussen Piel en Maas. Ja, dat is alweer 12 jaar geleden. Ja, inderdaad. Ja. Nou, we gaan er dadelijk nog even met over doorpraten. Want we hebben nog een gast in ons midden en dat is Mark Martens. Mark, vertel, wat is die rol bij de revue? Ik heb altijd maar een hele kleine rol gespeeld. Nou. Liefst op de achtergrond. Ik ben, die zien ook heel belangrijk, hè, Mark? Ik vind het wel chique om te vertellen dat met een paar andere mensen. Dit de zesde keer wordt dat ik aan de revue metwerk. Ja. Ik ben als bühnemeester begonnen. Decor achter de coulissen, zeg maar, op en af dragen. En de vorige editie, de vorige project Kamerui, ben ik voorzitter nu gezien. En dit keer heb ik ervoor gekozen om mijn voorzittershamer over te geven aan Bart Willems. Ja. En ik fungeer nu als sidekick, als penningmeester, secretaris en goed, dat soort zaken.
Ja, dat is wel chic, hè. Dat is toen gewoon elke revue van die zes van de nieuwe, hè, de nieuwe opstelling, zou ik maar zeggen, hè, wel met is gemaakt. Ja. Toch? Ik ben er best wel een beetje trots op. Maar goed, dat is de liefhebberij en dat is eindelijk hier in de vierjaar samen met een club mensen zo'n productie neerzetten. Niet alleen op de bühne, maar ook daarachter. Met allerlei specialisten op allerlei vlakken. Maar daar hebben we het eigenlijk misschien wel over. Maar dit is toch weer eigenlijk weer een beetje ontstaan door de Verfer, toch? Die eerste dingen. De groep hoe de Verfer is in samenwerking met. Als ik het goed heb, was de aanleiding. Maar super jong bestaan. Ja, precies. 100 jaar bestaan van. Ja, 100 jaar. Ja, dat is nu 122. Ja. Ja. Toen zijn er een aantal mensen met de fanfare. Toen was het volgens mij, moet ik het goed zeggen, denk ik. Er waren mensen binnen de fanfare die deden van, hey, revue, dat zou misschien wat chic zijn. Ja. En de Portelwoordjes liepen toen met hetzelfde idee. En die hebben zich toen bijeengevuurd. En zo is, dan zien mensen die zien door de kerk omtrekken. Ja. Ja. Van de Zuster Roo, natuurlijk. Ja. Ja, ja, zeker. En chic inderdaad, dat nou al zoveel jaren in Durp ook bestaan. Hey, kunt jij vertellen wat dat voor Durp betekent, zo'n revue? Kan iemand dat vertellen? Nou, ik denk dat het op zich wel spannend is als ze weer huurt. Van, oh, de revue gaat weer beginnen volgend jaar. Dat er bij sommige mensen die dat leuk vingen, misschien komen ze wel bij mij aan de deur. Hè? Want bij mij was het totaal onverwachts. Ja. Toevallig, de jaar daarvoor, waar Westse Boerenbroedhof nog georganiseerd. Ja. En de buurtvereniging achter de toren was in de buurt, of die mochten dat doen. Toen hebben Francis en ik hebben een liedje gezongen, toen toevallig hadden we gewonnen met de liedjes. En volgens mij is het toch goed gekomen, oh, die twee kosten we wel eens zorgen voor de revue. Zodoende ding ligt dat echt toch. In de revue terecht ben gekomen met Francis. Ja, dat zou inderdaad kennen, want zo kreeg ze toch wel bekend. Heeft dan zien mensen dingen en dan denk ze, ah, dat is misschien wel Emus. En ik ben toen net begonnen bij het Kerkje Buske als beheerder en ik word gelijk in die rol verder. Ja. Of is het andersom? Heb ze dat bij het nee. Ik ben net bij het Kerkje Buske werken toen. Maar even terug op die vraag. Ja. Ik denk dat het goed is dat we ons beseffen dat we zeggen dat er elke keer, zoals nu, met Druim werken ongeveer 60 mensen met. 37. Ik weet het uit de kop, want we hebben net afgelopen. Ja, we hebben een teaser gemaakt. Als het goed is, heb je dat allemaal ook gezien. 37 vrijwilligers en 23 spelers. Ja. Met andere woorden, het zijn 60 mensen. Als er nu gemiddeld goed geïst van 60 personen, dan zien we dus al en we kiezen elke revue, zeker op de bühne, van nieuwe mensen. Ja. Dus dan heeft ze een familie. Ja, die aan de Delpen Revue hebben gemerkt, die ondertussen meer dan 300 mensen zien. En die fiber, die koorts, die dan door Durp kijkt, dat vind ik chic. Ja. Dat is een mooie. En Jarini, toen ze dicht hebben gevraagd, wie is toen dat ervaren? Ja, voor mij kwam dat ook totaal onverwacht. Om een dag in oktober, begin oktober. Ja. En ik was naar Toes, want ik was toevallig heel laat Toes. En toen word ik gebeld door Joke Jans en ja, of ik Toes was. En ja, ik was dan nog alleen Toes toevallig, dat is niet meer zo'n Toes. En dan komen we zo even en ik dacht, het gaat over de revue. Dus ik dacht, oh, die moet misschien Prins hebben. Ja. Dus ja. Ik dacht, daar zal het dan wel voor zien, hè. Ja, toen kwamen ze tot mijn grote verbazing voorover ik met moet doen. Dus ik zei, meteen ziet ze, ja, leuk. Ja. Nee, kijk, leuk. Okay. Maar er is natuurlijk geen idee hoe ze jou tegen ze is. Er is geen script, hoe het de rol niet. Wat ze hebben nog meer met uit. Dat is ook totaal geen toneelervaring. Dus is alles op de F komt. De wet eigenlijk niet hoe ze jou tegen ze is. Precies. Ja. Is geen idee, nee. Ja. Maar pas maandje later maakt ze kennis met de medespelers, Chris. Nog later Chris pas het script. Ja. En dan ga ze lezen en denken ze, oh, oké. Ja, inderdaad, want wie geeft dat eigenlijk inderdaad? Dat repeteren, wie beveelt dat? En, en die tags onthouden natuurlijk, want dat is een grote rol. Wie was dat voor dich? Ik heb me er echt heel goed... Ik bleef dat maar steeds in het begin heel veel lezen. Ze dachten, ik wil die er heel snel in hebben. Want ja, dan pas kent ze met de rest aan de gang. Ja, als de tekst kent, kent ze ook de bewegingen. Ja, dan kent ze gewoon echt van spelen, hè? Ja, dat nog. Ja, wie dat was, ja. Ook de live zingen, dat was wel dan van, oké. Okay. Ja. Ja, het ging eigenlijk heel soepel allemaal. Toevallig passen die stemmen van
Michel Absel en ik moesten een duet op een gegeven moment zingen. Mm-hmm. Paste goed. Ja. 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 Maar wist je ook al des toe kost zingen? Ja. Nou, toen ik dat hoorde, dacht ik zo. Ja, nou ja, ik kan wel een beetje zingen, joh. Ja. Ik heb het niet met gedoe verder. Maar... Nee, maar wel mooi, want het klonk inderdaad prachtig. Ja. Ja, zeker. Dat vond ik wel cool om te mogen doen. En nou zien ik dich weer voor mij stond. Toen ging ik voor dich. Nou kunst ik voor mij. Maar is verloren liefde. Alles wat er overbleef. Ergens tussen druim en bommel. Verloren leef. Verloren leef. Leeg hem te ja, en die uitdaging, dat is gewoon... Hè, die grenzen verleggen, ja, dat vind ik gewoon... Ja. Dat is gewoon chic. Ja, en dat ze het niet wets wat er komt, ja. Is het ook gemakkelijker als ze wets wie de spanning is voor de volgende keer. Denk ze, jezus, ja, nu komt dit, nu komt dat. Nu weer de spanning. Ja. Ja. En dan wordt ze erdoor gegrepen, ja. Door dat revue-virus. Want ja. Ik ga meteen dan nog zoiets... Oh, ja, ik wil eigenlijk de volgende keer wat... Met helpen, dat is wel, tuurlijk, ze vragen wel andere mensen die, ja, hè, terecht, onder, ja. Andere onontdekte talenten. Ja. Maar, ja. Maar nou dat is... Ben ik op een ja. Andere manier wel. Nou is het een rol achter de schermen. Vorige keer stond ze op de bühne, nou zei ja. Ze erachter. Dat is een goed voorbeeld van wie een familie groeit. Ja. Ja. En wie, of groeit en steviger wordt. Die of ga ik zelf misschien maar verder over die nieuwe rol binnen de revue. Ja, ja dat is ook weer... kijk, de revue, of ze op de bühne staat inderdaad, of achter schermen, allemaal even belangrijk. Iedereen is nuttig, ja. Iedereen is belangrijk. Ja, uiteindelijk kan niet zonder langer bestaan. Dus ja, even goed. En dat is schoon, om dat te zien groeien. Hè? Kindje op te zien groeien, zullen we zeggen. Ja. Om dat zo'n productie, ja... Om die steeds meer gestalte te zien krijgen. En dat uiteindelijk... ja, er mooi tijd en er goed, goed gebracht wordt. Mensen ervan genieten, het publiek. Ja, ja. En dat heeft ook weer... Dat brengt sowieso, dat versterkt de band. Ik vond het hier een schoon voorbeeld. De werk samen, nou, bij het ruim. Met, help me even met name, met kleier maken. Gerry van de Kerkhof. Ja, en Wilma Mertens. En dat ik ergens loos, dat geef vroeger, dig en Wilma, bij jij op de klas ja, had gezeten. Ja, dikke vriendinnen. En ik zoek foto's van dat ze samen erop woed waren om, ik zou niet weten wat er kan. Stoffoeten zeker, waar ja. Toen ja. Ja. Dat is toch super? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja, Wilma is mijn overbuurmeidje, maar ook mijn beste vriendin. Ja, ja. Kijk. En ja, ja, we wonen eigenlijk ook heel dicht bij jij nou, hè. Dat is wel grappig bij een stroot. Maar, ja. Ja, dat is wel een heel langer rol achter de scherm, inderdaad. Ja. Maar ook weer... ook leuk. Ja. Leuk. En nog wel een uitdaging. Ja, ja dat alles te vingen. mooi om te vieren, inderdaad. Want je bent nou bezig met het kleiden van de personages. Ja. En gisteren kledingdoorloop geweest. Ja. Dus ik ben ook wel heel benieuwd, want er zijn erg mooie ideeën. Mm-hmm. Dus dat zullen we allemaal op de bühne wel te zien krijgen. Dat is een hele leuke ervaring. Ja, ja, zeker. Mm-hmm. En mooi dat dat ook elke revue inderdaad weer op een andere manier tot stand komt en op een andere manier gedaan wordt. Ja. Ah, en ik wil nog heel even terug naar het zingen. Het is misschien ook goed om bij dat zingen ook stil te staan. Bij niet alleen de prachtige prestatie met het zingen van wie ze dat net zei. Maar ook de techniek die erachter zit. Ah. Dat de mensen zien die John Verheijen en help me. Erik Geurt. Mm-hmm. En Erik Hoebe, die met ja, z'n drieën. Zeker. Die heel gespitst zien. Om met name geluid, muziek, om dat op een hele, bijna professionele manier... Nee, op een professionele manier. Op een professionele manier, mocht ze zeker zeggen. Ja. Dat er zoveel werk in gaat zitten, wat ze die eigenlijk gaan niet realiseert. Nee, dat John in sporen van de muziek, ik heb er niet heel veel verstand van, maar muziek kan ze uiteindelijk trekken ja. in een aantal sporen. In 16, 24,
Dat zou best. Dat soort getallen. Weet ik niet. En dat ik per spoor soms correcties zit uit te voeren om het allemaal maar perfect te krijgen. Dat is een enorm werk. Ja, en goed werk ook wat die inderdaad in elke review weer leveren. Ja. Hey John, wie waren de verdichten het repeteren? En het plakwoord, hè? Ja, ook dat, en Mie ook aan moet mail. Dus die eerste de mails die je lekt, heel goed aangeleerd. Het ging perfect. Maar ja, het was heel spannend. Je had ze nooit toneel gespeeld en dan moest je nog ineens beginnen met een bedscène. Dus, Dat is ook nog eens een get. Dat is een heftig begin dan, denk ik, joh. Zo'n review. Wat is hier onder ons bed? Een roze duusje? Dat stond hier van de mergen mijn zuigen nog niet. Ik geloof dat ik gek weer. Ren ik mij de ganse dag de piano en de vodkutje om de toko hier gedraaid te krijgen, bestelt meneer zich promotiemateriaal voor zielsogende huwelijken. Huubkal, heb je mee alle engelkens die in de hemel wonen geslopen, dan nog beledigen jij me niet meer dan met dit duurske. Huub, zo zijn wij niet getrouwd. Ja, en het repeteren volgens je net ook aan Rini. Ja, voor mij was het uit de kop leren. We hadden een hong toen nog. Ik liep met een hong door de bus. Ik had een iPod bij me. Daar sting de tekst van de anger in. En in de pauzes waar ik mijn eigen tekst in het lezen. Dus ik liep door het dorp met een hond proten in de ruimte. Zullen mensen wat gedoogd hebben besteden? Ja, misschien dat ze mensen wel. Hij is geprikkeld om te komen kijken naar de revue. Ja, dat hij denken, interessant zo'n tekst. Oh, die sneekt. Ja, dat kan anders. Dat is wel een goede manier. Ja. Nee, dat was hier leuk wat te doen. We hebben erg gelachen. Ik weet dat we een keer Palladio op de bühne stingen, toen moesten we, volgens mij noemen ze dat Italiaans, dan moesten we alle bewegingen doen en heel snel proten. Dus dat we allemaal eigenlijk dubbel logen die aan het kijken waren van wie dat op dat moment ging. Zo'n ding heb ik liefst herinneren. Ja, en allemaal zo'n oefeningen inderdaad, die ze dan op dat moment moesten doen. En met dan nog beter op de planken te zitten, is dat dan. Hè? Als zo'n regisseur, die halen van alles uit de kast, maar dat helemaal goed op die planken te krijgen. Ja, dat klopt. Ja, Mieke heeft me best veel geleerd, want die zoet er natuurlijk alle beetje in het toneel spelen. Dus, Ja, dat klopt. Ja, dit is wel schoon om te huren dat je ook zegt, dat iedereen de midduit aan de revue is heel belangrijk. Ja. Want Rini was mijn mam natuurlijk in Cameroen en Rini had een grote rol. Nou ja, mijn rol was ook van Weert, zullen we dat maar zeggen. Maar het was wat minder repeteren en wat minder tekst wat ik moest onthouden. Dit is heel veel tekst. Ja, niet normaal. Ik was twee Weert zeggen. Dat was en pap. Nou, daar heb ik me toch weken over de kop liggen breken. Dat is niet van de Nee. Ik moest wel precies op het goeie man wat ik het zeg. Want anders leef het humor fout. Ja. Als het over de duivel is, dan trek je hem sterkt. Hey, ouwe. Dat talent hebben ze niet verloren willen gaan, want dan moet je ze nog meer mee. Ja, inderdaad. Ja, dat wil ik net zeggen, want het is wel zo dat ze nou inderdaad de opzet hebben wat heel goed is in mijn ogen. Dat zegt nee talentstuk. Dat hebben ze al een aantal jaren nou zo bij de Durpen Revue. Sommige rollen, zoals achter de schermen, dat zien ze nou ook. Maar ook een figuratierol in dit geval, dan mocht ze dubbel op de bühne. En dat is wel, liet me wel heel erg leuk. Het is wel een verrassing wie zo dadelijk op de bühne staat. Oh, dan moeten mensen toch echt voor komen kijken. Het willen zien en dat komen we gauw kijken. Want, dat wordt wel heel speciaal. Dat wil ze echt zien. Dat wil ze wel echt zien. Er wordt nog meer tekst uit de kop leren, denk ik. Maar denk het toch niet. Ja, ik ben benieuwd. Maar we hebben zonnig doorloop. Nou komen de zonnig naar deze opname in ieder geval. En dan zullen we ook zien wie dat allemaal uit gaat pakken. Ja, ik ben niet Nou, toevallig hebben we afgelopen week een repetitie. En toen was er een Nederlandse zangeres van de band. Mocht je vast weten. En toen mocht ik ervoor invallen. Dus dat ik dat mocht. En ik stond er en ik dacht, wow, dit is inderdaad wel weer heel leuk om te doen. Ik dacht, en toen zei ook Bart, onze voorzitter, van nou, dan zei ook, oh, dat ga je, dit is wel, hè? Ik zeg, ja. Zeg, dat vond ik toch wel weer heel erg leuk. Ja. Maar dat zien ook precies van die momenten, hoe de onderlinge samenwerking, de sfeer van iedereen, crew en cast, spelers en achter de mensen achter de bühne, dat die zo naar elkaar toegroeien. Ja. Voorbeeld, vorige week hadden we die fotosessie. Ja.
dat iedereen door was, behalve de spelers, om daar ook foto's van te maken. En ook met zo'n doorloop aanstaande zondag, wat er allemaal aan werk, aan verhaafdheid, los van het spelen. We beginnen, om er geen idee te geven, we beginnen zaterdagmorgen om 9 uur al met spullen naar Dok 6 te slijpen om ervoor te zorgen dat op zondagmorgen, en dan moet het er nog allemaal opgeruimd worden, dat is allemaal, het geeft allemaal niks, doen we geer. Dat verbetert de sfeer, alleen maar. Zeker. Maar het moet wel gedaan worden. Ja. Mm-hmm. En als ze dan op de tribune als de speler bent, hè, als ze zo'n grote rol is, merk ze dat dan ook, dat er inderdaad zoveel werk omheen nog zit? Ja, dat is iets waar heel veel mensen om de geer rennen en doen. En ik weet nog dat we met de kleier, dat ik met Mieke samen op een woensdagmiddag naar de hemel ben ik gewoon van de pyjama moeten zeker. Van die bed zitten. Zo! Dat is een goede kans mee ingetrokken. Weer zo te kijken wat reksel in het bed daar. Dus hop, van de hemel de pyjama moet zeker. Oh ja, oh, lollig joh. Ja, dat zien wel de leuke herinneringen, ja, denk ik, hè, die ze dan heeft. Ja. Van het meedoen aan zo'n revue. En Rini zei dat straks ook al, hè, dat revue virus. Ik voel dat ook. Je bent besmet met een heel leuk virus in ieder geval, gelukkig. Ja, zeker. Maar ik heb er dan de andere jaren altijd nog gekeken. Ons man werkt ook al jaren met achter de schermen. Mm-hmm. Die duidt de hoor verzorgen van de personage, van de spelers op de bühne. En dan mocht ik altijd ook naar de generalen, ook al toen ik nog wat jonger was, mocht ik naar de generalen gaan kijken en ik vond dat geweldig. En dan dacht ik ook, wat doen die bekende mensen hoe durven? Want het waren wel bekende mensen hoe durven en daardoor wel grootheden voor mij. Omdat die dat op die bühne hebben neergezet allemaal. Dus dat is wel... Ik vind het ook leuk om te zien als ik aan het werken ben in Kerkenbuske. Ja. En ze komen op zondagmorgen weer allemaal binnen. En gisteren was inderdaad voor die kleier te passen. Dus wie ze toch de mensen enthousiast binnenkomen en dat ze er echt voor gewoon. Ja. Dat is leuk. Ja, ja, en zeker ook die gezelligheid die erbij hoort. Mm-hmm. Dus dat repeteren is superleuk. Maar daarna is meestal eigenlijk nog leuker. Ja, dan waren wij heel goed met. Dan waren we heel goed. Dan waren we heel goed met. Het klopt. Vooral die kamerui bij ons, die met die ook in de deur. Ja. Ja. Aardig wat putberen zien er bij Kerkenbus over de tafel gekomen, volgens mij. Ja. Ja, dat is u natuurlijk toen ook metgekregen. Ja. Maar niet alleen de crewcast en alle mensen die eraan metwerken, maar ook de medewerking die ze kreeg. Guren in het dorp. Nu, ik weet niet of ik dat moet zeggen, anders dan wordt het wel de roet geknipt. Dat we decor mogen bouwen op een locatie, bij Maassen, aanhangwagens. Dat vind ik zo geweldig dat zo'n mens zo met ons meedenkt. En dat gaat terug naar de familie Jacobs met Kupke. Dat we door hoeveel keer? 4 keer zeker dat we gebruik hebben mogen maken van Kupke. Door allerlei, helaas, trieste omstandigheden, geeft dat allemaal niet meer. Mm-hmm. Maar ook aan de familie Jacobs, dankjewel voor al datgene wat ze al die jaren voor ons gedaan hebben. Ja, zeker. Ja, dat blijft belangrijk. En dat is heel fijn dat het heet gekost. Nou zien we nog een ander dorp moeten vroegen. Nou heb ik er zelf ook gestaan en het was super fijn optreden hoor. Alles heeft ze bij de hang, mooie locatie. Heb je er lang over om te denken, Mark? De Vulking hebben we daar echt lang over nodig. Ja? We hebben door de hulp ingeroepen nog van een school in Eindhoven, die daar een project van gemaakt hebben. Die hebben allerlei alternatieve locaties hebben die onderzocht. En uiteindelijk zien we met z'n allen tot de slotsom komen dat dit. Rekening hoor je met alle plussen en minnen, dat dit voor ons de beste optie is. Ja, maar ik denk dat de mensen weten wat de revue is en dat het ook niet meer zoveel uitmaakt of het dan in dorp is of op een ander plaats. Mocht het best zijn. Het heet ook wel iets, denk ik, dat het in een echte jaartal is. Ja, precies. Dat heet het zeker. De voordelen van Dok 6, dus een echt theater. Ja. Dus met de stoelen heel fijn. Allerlei faciliteiten rondom de bühne. Uh-huh. Met de professionele PR, et cetera, die eromheen zit. Ja. Dat is goed af. Ja, zeker weten. Ja. Inderdaad. Hey, nu heel even terug naar je toneelspel. Hè? Want jij speelde toevallig allebei met een vreemde partner samen. Ja. Want jij speelde allebei dat je in ieder geval samen was met Eme Zangert. Hmm. En wie beveelt dat?
Is dat raar? Of was het eigenlijk wel leuk? Ik ken dat ook. Ik voel me eigenlijk wel meteen niet zo heel erg. Maar... ja. Nee, dat klukte wel goed. Maar het was wel heel grappig dat we hebben op een gegeven moment moesten we echt een zoen kussen. Ja. Doen. En, maar dat begon, de eerste manje voor repeteren, was dat geen kussen. Was dat gewoon zo tegenover elkaar aan het tuffen zitten. En, de eerste keer dat we elkaar wel 120 weg wat een jaren zogen. Mm. Dus, maar ja, dat Mieke heeft waarschijnlijk gedacht, de regisseur heeft waarschijnlijk gedacht, ik zal het me niet meteen erin gooien van ze moeten elkaar flink op ja. mond pakken. Maar zo gaandeweg wordt dat, ja, dat werd dat. En dat is best wel een heftige scène. Nou. En, ja, dat hebben we wel echt, we hebben ook wel heel erg moeten lachen ermee. Ja, dat is, wel. Wij dachten dus dat dat echt, ja, we pakten elkaar de eerste keer ook echt heel overdreven was aan Michel. Die greep me op mijn kon en zo. Dat is echt zo van, ja. Maar dat was allemaal even zwak. Oh, en dat was al Michel jammer hebben gevangen. Ja. Maar ja, we hebben echt wel heel erg moeten lachen, ja. 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 Maar dat was dus gewoon leuk om te doen. Ja, dat was zeker leuk. Maar ja. Vooral achteraf zo van, oh, wie die dat toe erin heeft gebracht. Hè? Wat niet, in het begin niet... Ja, zo langzamerhand dat zo geregisseerd werd eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Ja, dat is wel fijn. En jij moest meteen... Ja, meteen in bed. Ik was het meteen bekend. Ja, ja, je klant. Maar geliefd met een vreemde in bed. Nee, ja, ik zei net al, van Mieke hebben we natuurlijk heel veel geleerd. En van Anne trouwens ook, de regisseur van die revue. Al flipsen toen. Ja. En ik vond het kei leuk om te doen. Ja. Ja. Ja, wel leuk. En de partners toes vonden dat ook prima? Ja. 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 Nou, en toevallig zit er nog wel geweest. Daar een beetje mee betrokken. Ja, inderdaad. Ja. 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 Dus, ja, chic dat ze zo inderdaad de familie wie Mark al ziet, nog verder uit kan spreiden. Ja. Dus ik ga nou wel merken hoe dat dichtpakt. Kijk en... goed, want we worden ook besmet dadelijk met de koorts. Dat denk ik wel. Als ik ook zie wat die decorbouwers, daar gaan we het nog een keer in een aflevering over hebben. Maar wat voor werk die verzetten. Mm-hmm. Ook petje af daarvoor. Ja, zeker. Is dit teaser, er zien er twee filmpjes, hè? Ja, er zijn twee teasers. En zien die allebei al... Nee, Eindigheid al rond. Dat is de teaser echt van Druim. Maar we hebben ook nog een teaser van het decorbouwer. Achter de hand. Okay. Dus een schoon filmpje waar dat ze aan het werk zien. Maar dat komt nog. Dat komt nog terug. Oké, dat gaat ook. Dat komt nog terug. Ja, dat... Nou. Over een paar weken krijgen we dat in ieder geval te zien. Hmm. Hey, en we hebben heel veel in ieder geval al besproken. Heel veel herinneringen ook vooral opgehaald. Maar zien er nog herinneringen waarvan je zegt, ja, dat... is echt een goede herinnering die ik nog heb aan het meedoen aan de revue. Misschien is alles al gezag. Ja, wij hebben gewoon na elke repetitie zo gehad, hebben we de boete bekijken, best op het terras kunnen zetten. Hij ook prachtig weer. Dus is niet normaal. Ja, dat werd echt een hechte groep, die kamerooi. Dat waren ook echt onafhankelijk echt kamerooi. Ja. Dus dat is me wel heel erg bijgebleven. En En wat was dat, scène 11 of scène 19? Wat was dat nog weer met die afterparty? Scène 16. De laatste scène dat ze zelf hebben geschreven. Oh ja, dus zelf als bedankje voor Mieke en Joek. Hebben die zelf een stukje geschreven, hè? Ja. En een liedje, ja. En een liedje, ja. Ja. Een stuk scène is echt toneelspellen en een liedje. Ja, ja dat was ook schoon. Ja, zeker. Dat vergeet ze ook niet meer. Ja. Zeker. Ja. Hey, dat was echt gewoon een eigen zaal. Ja. Dus, we hebben misschien alle gezongen toen, maar toch alle credits naar degene die het verzonnen heeft. Naar de kamerij. Michel en de kamerij, ja. Dus, heel schoon. En door Oedis weer, de carnaval, die treden met Zittingen op, dat is dezelfde groep. Dat klopt. Ja. Een gedeelte ervan, ja. Ja, inderdaad. Dat is door Oed Voort gevloeid. Kijk. Nooit gedacht. Maar inderdaad, wel brengen. Ja, dat brengt wel zaken, dingen teweeg, inderdaad. Ja, dat is een goede. Dat is inderdaad. God echt wel. Ja. Ik zelf niet in de dag. Maar dat is er goed voortgevloeid. En dat vingen we. Ja, dat geeft dan toch een beetje het gevoel. We zien op jij en we kunnen nog samen gaan neerzetten.
Ja, want ik denk inderdaad altijd, of... wat ik net al zei, hè, en denk van, oh ja, dat, mam. En ik denk wel eens, als ik mensen tegenkom, oh ja, doe speelde ster en doe speelde ster. Is toen dat nog 12 jaar ook nog zo? Nou, niet meer zo erg, maar ik weet dat Mark Kaptein nog een heel lang pap heeft gezag. En heel leuk. Ja. Ja, dat blijft toch dan wel een beetje erin zitten. En als Mieke mij tegenkwam, ja, Huubke, en ja. Ja, wel leuk. Ja, nee, is echt het gevoel. We is ook zo lang samen met elkaar opgetrokken. Ja. En samen, ja, echt best hoeveel samen geweest. Ja. Ja. Dus dat is wel schoon dat zo is. Ja. Ja. En ook leuk om te zien, dat het net als van Francis en Elise, dat die... nog het meer oedagen hebben gekregen dat ze dit jaar mee hebben gedaan in het dagboek van de Nederlanders. Oh, zeker. Ja, mooi, hè? Oké, leuk. Ja. Ik heb hem gezien. Ja. En een ander voorbeeld van wat er uit voortgekomen is. Was dat? Met Anne Flipsen, met een aantal dames, volgens mij. De achtste dag. De achtste dag, ja. Dat ze bij... Ja, de verschillende, ene keer op de Koeberg, geloof ik. Op de Koeberg, dat uitvoering hebben gegeven. Ja. Dat is dat toch ook goed. Volgens mij is dat al goed voortgekomen, als ik dat zo mag zeggen. Ja. Hey, volgens mij hebben we heel veel besproken al in je tafel. Ik vond het in ieder geval erg gezellig en heel leuk om te horen dat Geert toch ook nog allemaal besmet ziet met dat derpe revuevirus. Volgende keer komen we weer een keer bij je terug met drie andere gasten. En vooral bedankt voor het loesteren, kieken en druim lekker weer. Living time.